Why do they still want me to hate you? Cause if I'm choosing to forget it, why can't they just mind their business? Cause I'm stuck, stuck like glue. Cause I can't stop loving you. I wanna see my dogs on the mountaintops. Them niggas only ballin' when the albums drop. Yeah, I got a lot of cars rappin' around the block. It lookin' better than these rappers rappin' around the clock. I built a golf course and a carport. Hey, they do it iets ook op vakantie over Rick Ross. What they do? Yeah, of course! Of course! Of course! Ja, dat was hem, man. Shout out naar Ross, man. Ja, man. Nieuw album. Dat is fire. Yes! Welkom bij een nieuwe aflevering van Dem Talks. Ik ben Damien en ik ben weer met twee nieuwe gasten. Weer family. Nephews. Kifon. Hij is ouder, dus hij gaat weer. En Linden. En ik ben blij dat jullie er zijn. Dus ja, we wilden het al langer doen. Eerder doen. Maar ja, toch? Dat is er nu. Dus hoe gaat het met jullie? Ik ben ouder, ik zal beginnen. Mm-hmm. Kan beter. Ik zit nu. Ik sport, zoals je weet. Mm-hmm. Ik zit niet in de beste situatie. Als je sporter bent, wil je natuurlijk altijd kunnen sporten. Mm-hmm. En op dit moment als voetballer speel ik weinig. Dus zit ik even in een periode om mezelf te ontdekken, man. Oké. Dat was het mentale gedeelte, denk ik. Meer. En het fysieke gedeelte. Fysiek, ja, ik voel me krachtig, man. Ik zeg je eerlijk, deze tijd, ja. Misschien dat het te maken heeft met de stand van een maan of zo. Nee, wat? Nee, serieus? Maar, astrologisch? Ja, man, maar ik voel me echt powerful, man. Ja? Ja, man. Goed om te horen, man. Ja, en vooral, ja, nu met... Want de wedstrijden gaan wel gewoon door, toch? Ja. Maar je kan niet op een bepaald tijdstip trainen en dat soort dingen. Ja, het is zonder publiek alleen. Mm-hmm. Maar voor de rest is er niks veranderd eigenlijk, man. Oké. En met jou? Ja, gaat goed, man. Ja? Gaat echt goed, ja, man. Ik voel me lekker. Ik voel me echt lekker. Mm-hmm. Ik werk. Gewoon lekker op vakantie gaan, maar je weet hoe ik het doe. Ja, yeah, ik ken jou. Daar gaan we het zeker over hebben. Ja, maar ja. En fysiek sowieso gaat lekker, man. Gewoon lekker gymmen. Ik voel me sterk. Ik zie Kees. Ja, maar ja. Hey, ik ben goed verrast. Nee, man. Met mij, ik zat de afgelopen dagen een beetje in het dip. Gewoon puur omdat ik mezelf aan het zoeken ben. Qua, je weet toch, nu de dingen er weer is, de lockdown. Ik werk, ik kom thuis. What excite me? Je weet toch, wat laat mij... tikken. En ik ben nu er gewoon achter gekomen dat ik meer initiatief moet nemen in bepaalde dingen gaan doen. Want ik ben natuurlijk met mijn vriendin thuis. Dus je wil ook niet te veel op elkaars lip de hele tijd zitten. Maar ik denk dat we wel goed de balans vinden op dit moment. Maar dus ik zat er even, je toch? Dat ik dacht van, hé, is dit het? Ja, toch? Ja, ja. Maar nu we hebben goed gesproken. Ik heb gisteren een goed gesprek gehad met de Mattie van me, Ismaël, shout-out. Ja, man, dus dat gaat goed. Fysiek, ja, jullie zien het. Ik heb nog steeds het buikje. Ik moet zeggen, ik gym wel echt nu. Ik ben bezig met iets van YouTube. Ja. Dat ik gewoon elke dag oefeningen doe samen met vriendin. Nu heb ik het een paar dagen niet gedaan, omdat ik dus niet echt lekker in mijn vel zat. Ik box ook bij Shaf, shout-out naar Shaf. Daar ging ik vrijdag, doe boxtraining dan. Dus elke vrijdag ga ik nu daar naartoe. Dus ik ben er wel mee bezig. Mijn fiets komt er weer aan, dus ik kan weer fietsen. Hey. Ja, ik was laatst gevallen, maar... Ik ga dit weer. Ja, maar je toch? Dus we kunnen weer gaan fietsen. Dus ja, man. Het gaat in ieder geval de juiste kant op. Maar ik ben blij om te horen dat het vooral met jullie ook goed gaat. Om voor te borduren op wat jij zei. Voetbal. Yes. Jij speelt nu bij? Topos. Topos. Yes. En hoe lang speel je nu al daar?
Anderhalf jaar, vorig seizoen ben ik daar gekomen. Oké. Mm-hmm. Waar ben jij begonnen? Want kijk, we zijn allemaal voetballers. Geweest, ex-voetballer. Jij ook trouwens. Ja, ja, dus waar is het voor jullie gestart? Hier in Amsterdam, maar ASV Arsenal. Mm-hmm. Ik denk niet dat veel mensen die club kennen, maar ik zeg altijd gewoon Arsenal. Je weet dat, denken mensen van, die man komt uit Londen. Ja, komt uit Londen, man. Mm-hmm. Maar het is gewoon Arsenal hier in Zuid. Daarna Buitenvelder, Zeeburg in AFC, iedereen kent het wel. Ja, wel gedurfd, maar via AFC naar Heerenveen gegaan, teruggekomen. Daarna naar de Graafschap, Almere City en daarna Topos. Zo jong, zoveel clubs. Het is een hele reis, man. Maar één dingetje. Je hebt bij Zeeburg en AFC gespeeld. Ja, man. Dat is... Ik ook, maar dat kan echt niet. Weet je waarom? Toen ik bij Zeeburg speelde, AFC keek met zo'n... Hoe noem je dat? Afgunst, een arrogantie, ja, afgunst naar Zeeburg, ja. Heb je dat ook gemerkt, gewoon? Ik heb het zeker gemerkt, man. Want bij AFC alles is zo, je toch? We zijn highly, je toch? We zijn... Classy en dat soort dingen. En wij kwamen een keer, toen ik in een beetje zat, kwam ik met Zeeburg en kwamen die poorten binnen. Hoorde gewoon iemand schreeuwen, Happy Boys. Ja, hoor. We hadden nog wel van ze gewonnen, gelukkig, maar je toch. En uiteindelijk heb ik daar ook gespeeld, want als voetballer je moet keuzes zo maken. Mogelijk spelen, ik heb daar 1 jaar gespeeld. En ik moet zeggen, het was de spelers, je toch, alles was... Cool. Ik zat in een leuke groep. Het ging niet echt goed met het team. Maar uiteindelijk heb ik wel een leuk jaar gehad. Maar de club zelf lag me echt niet, man. Ik voelde me gewoon niet thuis. Ja, dat is logisch bij zo'n club, man. Ja, maar voor mij was dat anders. Want als je die 10 pixels naast elkaar legt, zie je toch wel, zeg maar, veel witte jongens, zeg maar. En mijn team was echt de helft blakker gewoon, zeg maar. Ja. Dus dan is het wat makkelijker om te acclimatiseren binnen zo'n club. Kijk, ik zat met zes, denk ik, blakker boys. En we hadden gewoon letterlijk een groep gemaakt. Yeah. We noemden zelf de Black Panthers. Shout-out naar al die mannen van AC. Ik ga dit, man, we waren de Black Panthers. Maar weet je waarom? Elke keer wanneer er iets was, zeiden ze van de kabel. Yeah. Maar bro... Niet, het is niet eens dat we niet omgingen met die andere boys. Nee, dat was het niet eens. Maar je weet toch, natuurlijk ga jij naar elkaar toe groeien. Yeah. Want het is gewoon, dat is ook wat ik vaker nu merk. Het is een cultural thing. Het is niet per se blakka of dingen. Yeah, sommige white guys zijn meer met blakka guys. Omdat ze die culture snappen. Ze houden van rap of ze, je weet toch. Yeah, ze fucken meer met die kant. Dus dan ga je dat krijgen. En dan komen ze met ja, kabel. Dus toen was ik al van, zie je. Ik had hem toch goed. Ja, man. Shout-out naar Burgia, man. Ja, man. En jij? Zelfde traject, je bent broers. Ja, ik heb niet echt bij ASV Arsenal gespeeld. Mm-hmm. Ik heb daar wel een beetje lopen ballen op het veld, mm-hmm. om zo te zeggen. Maar toen was ik 3, 4 jaar oud of zo. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk begonnen bij Buitenvelder. Daar heb ik heel lang gevoetbald. Ben ik op een gegeven moment bij Feyenoord gaan spelen. Ja, daar heb ik een jaar gezeten, ben ik naar de Graafschap gegaan, een leuke paar maanden gehad. Wat gebeurt? Het liep bij de Graafschap niet heel lekker, weet je. Ik was 18 jaar, mm-hmm. Ik moest ineens gaan verhuizen naar Gaanderen. Nou, als je in Gaanderen hebt gezeten, maar, geloof me, je wilt nooit meer op jezelf wonen. Ik heb het afgeleerd, ik dacht nee, maar nooit meer. Mm-hmm. Douche deed het niet, badkamer was niet goed. Wow. Koelkast was kapot, het was gewoon hel. En ja. Wacht, maar je waren in dezelfde tijd bij de Graafschap? Ja. Dan waren jullie niet bij elkaar. Ja, dus je woont in een soort complex, zeg maar, een complexachtige tory waar zeg maar, iedereen heeft zijn kamertje met zijn douche, woonkamertje. Mm-hmm. Keuken is gezamenlijk en er is ook een soort gezamenlijke woonruimte. Zo, om zo te zeggen. Het was eigenlijk een soort bejaardentehuis, mm-hmm. maar dan zeg maar, is het een beetje gechanged naar voor young boys. Damn. Dat, het was super raar, man. Daarom maar jij bent gebleven? Ja. Ik had ook een contract gekregen, natuurlijk, daarna. Maar ja, toen ook weinig speeltijd, dus toen ben ik naar Almere City gegaan. Ja, ik heb ook tegen je gespeeld toen. Ja, bij Graafschap hadden we gespeeld. Ja. Tegen OFC was het. Mm-hmm.
Yes, ja man. Toen zei ik iedereen nog van, hey, ja man, je speelt tegen mijn niffen vandaag. Mm-hmm. Zei iedereen nog van, ja man, je moet laten zien dat je beter bent. Dan hij heet hem. Wat? Deze game is van mij, hey, je ik ga je eerlijk zeggen, dat is de enige gimma in de basis die ik heb gespeeld bij OFC, hè. Ik heb voor de rest alleen maar gebankt en tribune gepakt bij OFC. Waarom weet ik niet, nog steeds niet. Oké. Want ik ben zomaar weer begonnen. Graafschap. Daarna ging je naar? Na de Graafschap, toen ging ik naar Almere City. Mm-hmm. Ik ben eerst nog 2 maanden volgens mij clubloos geweest. Mm-hmm. Echt hard getraind. Goed bezig. Gewoon echt hard trainen, man. Ik was bezig met mijn begeleider. Hij bleef me fit houden. Mm-hmm. Hij was me aan het fit houden, om maar zo te zeggen. Kickboksen, hardlopen. Even tijd in me geïnvesteerd. Ben ik naar Almere City gegaan. Het was gezeik. Het was echt gezeik om dat te regelen. Het was midden in de winterstop. Het was gewoon clubloos. En maar even te regelen dat je gewoon naar een andere club kan. Ja man. Uiteindelijk ben ik bij Almere City terechtgekomen. Ik raakte geblesseerd. Mm-hmm. Eerste wedstrijd dat ik speelgerechtigd was, raakte ik geblesseerd. Ja, was een of andere mafkees bij Heerenveen. En die vond het nodig om me gewoon even een sliding te geven terwijl ik de bal niet meer had. Mm. Enkel dubbel geklapt. 3 maanden eruit, de rest van het seizoen op de bank. Damn. Geblesseerd, gebleven. Mm-hmm. Kon geen stages lopen. Ben ik teruggegaan naar een amateurclub, Hercules. Utrecht. Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar ja, moet eerlijk zijn, ja, het was wel gezellig bij die club. Mm-hmm. Uiteindelijk ben ik weer teruggegaan naar profniveau. Ik ben bij Telstar gaan spelen in onder 23. Yeah. Of onder 21 was het toen ook alweer. En op een gegeven moment dacht ik in de coronaperiode, ik zag het al een tijdje niet meer zitten in voetbal. En op een gegeven moment dacht ik ook van, weet je, dit is het niet voor mij. Mm-hmm. Dus ik ben er gewoon mee gestopt. Gewoon lang over nagedacht, zeker ook tijdens de lockdown. Mm-hmm. Weet je, we gingen wel gewoon door met trainen, maar op een gegeven moment dacht ik, weet je, is dit het wel voor mij? Ja. Ja. Een beetje spice erin gooien. Mm-hmm. Wie van de twee is beter? Kijk, ik ga hem gewoon alleen naar hem schrijven, gewoon van, oké, zeg het gewoon uit in de oven. Nee, want die panas op. Nee, ik heb dit komen. Swift. Kijk, man. De realiteit is gewoon, ik kan wel wat beter voetballen. Ik ben niet heel goed aan de bal. Ik ben zeker niet goed aan de bal. Ik ben gewoon heel goed in mijn zones afdekken als verdediger. Mm-hmm. Ja, gewoon in zones verdedigen. Ik ben gewoon zakelijke verdediger. Ik ben vies. Je weet toch? Ik hou gewoon van om mijn spelen eruit te halen. Ja, houdakken. Maar ik ben niet die voetballer dat je moet denken, oh, ik ga mooi voetballen. Mm-hmm. Ik ben gewoon die speler. Ik haal je zakelijk uit het spel. Knietjes hier. Je weet toch tegen je man. Ik haat zulke spelers. Je wilt wegrennen. Mm-hmm. Even maar je broekje trekken. Weet je, het zijn gewoon kleine dingetjes. Ja, maar het is, je weet toch, om dat mijn broertje een centrale verdediger was, want hij speelt niet meer. Weet toch, dat was wel lekker om in de zomer gewoon te trainen, gewoon elke dag acties voeren. Tegen elkaar, ja man. Dat was lekker, maar hij heeft me ook echt geholpen, man. Dat had ik ook graag gewild, man. Dat ik zeg maar nog op een niveau was dat ik met jullie gewoon kon trainen. Ja. Maar ja, op dat moment had ik ik vond voetbal ook niet meer leuk. Oké. Messi heeft de bal doorgewonnen. Zijn we het eens of niet eens? Laat me gelijk zeggen, met het dunne huis vallen. Ik ben Messi-fan. Mm-hmm. Maar het is niet eerlijk dat hij hem gewoon heeft, vind ik dan. Lewandowski had hem wel verdiend. Naar mijn mening. Je bent Messi-fan, zie je? Dat is eerlijk, hè? Ja, dat zegt echt genoeg, man. Maar jij bent geen Messi-fan? Nee, ik ben zeker geen Messi-fan. Ik geniet er wel van om naar Messi te kijken, hoor. Mm. Ik vind het prachtig, goede voetballer. Mm. Maar als ik zie dat hij een Ballon d'Or wint met zo'n seizoen, dan wil ik zelf ook mijn voetbalschoenen weer gaan aan. Ja, weet je? Hey, wow, dat is de hoop nog niet verloren, jongen. Je moet zeggen, hij heeft best wel veel gelijk, dit en dat. Maar hij heeft heel veel gedaan in de helft van het seizoen. En de tweede helft, sinds hij bij PSG zit, doet hij geen hol? Nou, ik heb volgens mij laatst keek ik naar de samenvatting. En toen hoorde ik dat hij zijn eerste doelpunt had gescoord. Nou, volgens mij zit die gozer daar nu al 3 maanden. En bij mezelf. Ja, man. Als je mij in de spits had gezet bij PSG, ja, had ik ook wel 2 gescoord. Hey, wat? Nee, je hebt helemaal gelijk, man. Maar ben jij Ronaldo fan? Nee, zeker ook niet, man. Ik kies geen kanten. Ik vind gewoon een goede voetballer is een goede voetballer. Leuk om naar te kijken. Mm-hmm. In mijn
persoonlijke visie vind ik dat de beste voetballer niet per se een aanvaller hoeft te zijn. Want dat is ook zo'n discussie. Het is altijd een aanvaller of een middenvelder. Terwijl ik vind dat Virgil van Dijk hem toen de tijd echt verdiende. Volgens mij was het 2019. Ja, was hij gewoon echt de beste. Ook aan de bal was hij gewoon supergoed. Bij maar Messi toch? Ja, maar wanneer wint Messi of Ronaldo, wanneer winnen ze nou niet? Snap je? True. Dus of Messi of Lewandowski het nou een keer was geworden, zou ik, vind ik het nog steeds onterecht. Als je gewoon kijkt naar de rest van de spelers die er zijn. Er zijn zoveel goede voetballers die het gewoon verdienden. Klopt, klopt, dus, klopt. Hopelijk dat die oude geiten ook een keertje stoppen. En dan zijn er nieuwe jongens die... Nee, ik hoop wel dat ze doorgaan, want als je ze ziet spelen, ze willen een bepaald soort drang om te kijken. Man. Ja. Zelfs naar Messi, ik ben Real fan, dus ik was sowieso toch anti-Messi. Maar je kan niet ontkennen dat wat die man met de bal kan is ongeëvenaard. Ja, klopt, alleen als je kijkt, er zijn nieuwe jongens. Dus, laatst scoorde Kylian Mbappé een doelpunt. Een volley, die bal kwam van achter vliegen en hij neemt hem uit de lucht alsof het galactic voetbal is. Ofzo. Nee, waar? Weet je, ik zat echt te kijken van deze jongen doet echt dingen met de bal dat ik echt gewoon denk. Yeah. Hij heeft datzelfde wat Messi toen de tijd had. Hij heeft echt iets dat je denkt, oké, ik ga naar een wedstrijd kijken gewoon puur voor Mbappé. Klopt. En Haaland hetzelfde. Klopt. Ook als het niet de meest mooie voetballer om naar te kijken. Man. Als je kijkt naar die jongens, zijn looplijnen, zijn werkethiek, hij sprint, hij werkt. Hoe hij afrondt, alles op doel. Is niet normaal. Rechts, links, hoofd, alles. Hij komt in de 16, nee, weet je. Doelpunt. Ja, man, dit is echt, niet normaal. Ja, vooral als je zo jong bent. Meestal ben je, als je jong bent, niet cool voor het doel, snap je? Ja. Maar deze man? Ja. Maar zijn broertjes ook, man. Hij twee broertjes die scoren gewoon allemaal aan de loopband. Is ziek, ja. Nee, ik weet het. En maar een keertje opzoeken, volgens mij hebben ze heeft zijn jongste broertje zo. Ik zag een keertje iets langskomen bij het statistieke site. Dus in 13 wedstrijden had hij iets van 10 doelpunten. Ik weet het niet precies hoor, ik zeg maar wat. Maar het was echt belachelijk, man. Ik ben benieuwd, man. Ik ben benieuwd. Laten we voetbal afsluiten, want... Ik ben er alweer moe van. We gaan nu hebben over muziek. Ik ga met jou beginnen, want we hebben beef. We hebben beef. Begin niet. Wat luister je op dit moment? Wat voor genre van muziek? Want dan kan ik weten waar ik over moet praten. Ik denk dat ik meer een oude ziel ben, man. Een beetje Sam Cooke, Bob Marley-achtige shit. Wauw. Ja, man. Maar dus, wat, dat is reggae en R&B als het goed is. Nee, het is echt een oud soul. Genre. Ja, soul. Het is meer soul. Soul. Ja. Oké, okay, maar je luistert echt naar die tunes helemaal. Ja, maar ook gewoon Nederlandse hip-hop en zo. Ja? Hou je daarvan? Ja, niet houden van, maar het is gewoon zeg maar lijst. Sorry. Maar dat is zeg maar niet zeg maar, die shit die ik, als ik alleen ben, of zo. Weet je, dat is meer als je met een groep bent. Van, ja, dat lijst, een beetje. Ja. Ik zeg eerlijk, ik luister gewoon mijn eigen muziek met die groep. En ze kijken me altijd aan van, wat is dit voor muziek, kill? Ja, bro, dat heb ik dus zeg maar ook als ik met die boys carpool, zeg maar. Ik altijd van, en je wil Sam Cooke zeggen. Ja, ik snap het. Maar wat Nederlandse muziek, dan moet ik het hebben over... Kijk, ik zeg je eerlijk, Johnna Frazes, die laatste tune van hem. Samen met mij. Die tune, fuck man. Die was aan, man. Ja, man, die tune is hard. Sam Cooke. Damn. Ja, man. Hij is echt oud. Ja, man. Maar zijn stem gaat in je body. Ja, sowieso. Eerlijk zeggen, hij is echt oud. Hij is niet oud geworden, man. Ik bedoel de muziek. De muziek is echt oud. Ja, man. Ja, man. En Bob Marley sowieso. Toch. Legend. Ja, man. Dus, ja, man. En jij? Kijk, dit is jammer. Weet je, je bent nog niet eens erover begonnen, maar je wilt het al zo van. Je wilt toch starten. Ja, ik vind het niet erg. Ik laat je deze keer gaan. Maar ik luister echt alles, man. Ik luister van soul, ik luister alles. Hip-hop, rock, rap. Noem het op, ik luister. Zelfs Japanse muziek, ik luister naar Chinese muziek, ik luister alles, man. Ik luister echt alles, man. Ja, ik weet dat we waren op vakantie en ik deed kill set tunes. Kijk maar van, yo. Ik had één tune gezet, hoe heet het, die van Anto. Die was die wel van, ging je bouncen. Die ging echt erin, man. Ja, man. Dus, maar, oké. Okay. Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Oké. Okay. Wij hebben een hele lange tijd... Ik denk uren gediscussieerd over wie... Hebben we het over de betere of de grotere artiest? Het ging eigenlijk over wie over het algemeen
beter is en groter. Dus eigenlijk ja, alles gewoon bij elkaar. Mm-hmm. En het gaat nu om de namen Beyoncé en geen Rihanna, geen Bruno Mars. Nee, maar kijk, dit vind ik discriminerend. Het feit dat ze niet op hetzelfde niveau, dat vind ik onzin, man. Ja, kijk, laten we gewoon eerlijk zijn. Ja. We gaan gewoon heel eerlijk zijn. Als we gewoon kijken naar Bruno Mars over het algemeen, zijn muziek en de nummers, hoeveel views, hoeveel streams, hoe je het ook wilt noemen, en hoe likable Bruno Mars is, vind ik hem een betere artiest. Ik vind Beyoncé geweldig, hè? Begrijp me niet verkeerd. Hij houdt gewoon niet van women with wings. Nee. Dat is het gewoon. Wow. Nee. Wanneer heb je mij dit horen zeggen? Ik kan mij geen woorden in de mond leggen. Dat heb ik nooit gezegd. Okay. Dat zeker niet. Ik heb helemaal niks tegen vrouwen met pruiken. Zeker niet. ik vind het jammer dat jullie hier om lachen. Ik vind het zeker niet grappig. Alleen ik vind gewoon, als ik kijk naar Bruno Mars, totaal plaatje. Niemand kan zeggen van, ik vind Bruno Mars niet aan. Ik zeg dat. Nee, maar ik bedoel gewoon op basis van, je mag hem niet om, zijn muziek is zo en zo, of hij doet dit en dit en dat. Ja, ja, ja. Niemand kan zeggen van, Bruno Mars dit of dit of dat. Beyoncé daarentegen, kijk, ik heb niks tegen de specifiek, maar soms luister ik naar de muziek en dan denk ik ook echt bij mezelf van, dit is echt puur voor vrouwen, dat ik ook denk van, oké. Maar ik zou er niet naar luisteren en het echt enjoyen. Bruno Mars' muziek, naar mijn mening, is gewoon algemeen. Hij zingt niet van, weet je, men ain't shit, women ain't shit. Hij houdt het lekker open. Snap je? Dat vind ik. Ik hou ervan als artiest dat gewoon doet. Ik hou ervan. Heeft Bruno Mars niet de tune van, I will catch a running for ya. Kijk, en dat is, weet je wat ik zo mooi vind hiervan? Ja. Dat is hoe jullie het interpreteren. Uh-huh. Want hij zegt, eigenlijk als je ernaar luistert, zegt hij niks slechts. Hij zegt gewoon puur dat de liefde eenzijdig is. En hoe jij dat interpreteert, dat doe jij. Okay. Maar Beyoncé zal zeggen, I will catch a grenade for you, because men ain't shit. Wanneer heeft ze dat gezegd? Nee, maar ik zeg. Nee, maar wat heeft Beyoncé gedaan? Daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Ik ken de teksten niet, want de teksten zijn niet zo diepgaand. Hebben niet zoveel diepgaand. Dat is niet waar. Het is gewoon heel veel ad-libs. En voor mij heeft het er ook mee te maken. Dat is niet waar. Want als ik een film kijk met Beyoncé, dat het altijd Beyoncé en Friends is. Zij kan niet samen met een andere artiest of met iemand anders samenwerken. Hetzelfde met de collaborative album. Van? Dat album wat ze had gemaakt, wanneer was het? 2020, 2019? Met wie? Dat ze een album had gemaakt met allemaal Afrikaanse artiesten. Oh ja, ja, ja. Maar eigenlijk, weet je, het is eigenlijk gewoon, ik vind het een scam. Want je doet zogenaamd om andere artiesten omhoog te werken, maar eindstand is het gewoon Beyoncé en Friends. Ik snap het. Maar luister, het gaat erom dat je ook samenwerkt met een andere artiest en dat zij ook een beetje gehoord kunnen worden. Als ik kijk naar Beyoncé, ook The Lion King, het is altijd, Beyoncé, de stem gaat gewoon over andere mensen, hun stem heen om de bij een duet. Stem nee, zo gaat het. Is The Golden Voice. Kijk, maar dat is het niet. Dat is het wel. Bro, Alicia Keys kan veel beter zingen dan Beyoncé. Dat is niet waar. Is wel The Golden Voice. Hij kan mooi zingen. Niet beter. Ik zeg niet dat hij. Nee, maar dat zeg niet ik dus niet. Maar, ik zeg, maar hoezo kan Beyoncé heel goed zingen? Ik vind niet dat Beyoncé het beste kan zingen. Ik vind Alicia Keys de stem veel beter dan die van Beyoncé. Nou, zal ik jou vertellen? Dat vind ik. Zal ik jou vertellen? Dat vind ik. Maar kijk, weet je, ik vind gewoon over het algemeen, Beyoncé wordt gewoon op een pedestal gezet. En dat is prima. Dat is prima. Dat mag allemaal. She's the standard. Op basis van wat? Op basis van alles. Op welke tunes ze heeft. Eerst beginnen in een groep, Destiny's Child. Iedereen ziet, Beyoncé is de ster. Ja. Daar al. Vanaf daar, je toch? Solo career. Ze beginnen met Jay-Z. Jay-Z, je toch? Nu zijn ze man en vrouw. Een hele empire gebouwd samen met Jay-Z. Don't say Jay-Z heeft alles gedaan. Nee, niet stoppen. Maar dat is niet nu stoppen. Jay-Z, nee, ja, okay. Jay-Z, ze hebben het samen gedaan. Nee, dat wil ik niet horen. Jay-Z is echte ondernemer. Beyoncé is een goede performer. Zeker on stage. Geweldig. Jay-Z is de mastermind. Maar luister. Ga jij mij nu zeggen dat toen Beyoncé en Jay-Z samen waren, dat mensen niet gingen zeggen,
the husband of Beyoncé? Of zeiden ze the wife of Jay-Z? Zeiden ze the husband of Beyoncé of the wife of Jay-Z? Welke zeiden ze? Met wie je praat. Wie? Want Jay-Z is the GOAT. In rap. In black culture, in dingen, is het... Heb je gelijk. Als wij praten over de wereld. Maar de wereld, is Jay-Z... Maar de wereld doet er niet toe. Doet er wel toe. Want zij vinden dat Taylor Swift goed kan zingen. Dat interesseert mij. Snap je? Dus hun mening doet er niet toe. Ja. Mensen die vinden dat Taylor Swift kan zingen of dat de muziek leuk is, doen er dat niet meer toe voor mij. Dus wat zij ook zeggen over Jay-Z en Beyoncé. Ze hebben een paar goede tunes. Ik kan nu even niet noemen, maar ik weet dat Taylor Swift een paar goede tunes. Oh, deze. I know you were trouble when you want it. Die tune is hard. Jij klinkt al beter dan Taylor Swift op dit moment. Oké, maar mag ik iets zeggen? Heeft Beyoncé niet Bruno Mars als ander, hoe noem je dat? Je weet als een voorprogramma. Voorprogramma van de Super Bowl. Dus dat moet je al beseffen, dat zijn levels. Beyoncé is geboekt voor de Super Bowl en ze zorgt dat Bruno Mars. Kijk, maar laat me je dingen kijken. Maar dat is ook een bepaalde hiërarchie. Letterlijk gezien. Ja, luister, we hebben het nu niet over een live performance. It was live. Want, nee, maar dat ik bedoel van live performance. Beyoncé is als live performance leuk om naar te kijken. Niet per se door de muziek. En beter. Nee. Ik vind dat zijn live beter is. Maar ik vind overal. Gewoon echt muzikaal gezien. Ook als ik kijk gewoon naar hoe de muziek is geschreven. Hoe het in elkaar is gestoken. Hoe de autotune erop zit. Alles bij elkaar. Vind ik over het algemeen Bruno Mars beter. Het gaat niet om. Beyoncé de liedjes zijn altijd. Het is altijd precies hetzelfde. Dan noem ons een tekst van Bruno Mars. Die jou echt pand gewoon. Welke tune van Bruno Mars. Kijk, heb ik het al te zweren. Ja, nee hoor. Ik vind Talking to the Moon vind ik een heel interessant nummer. Omdat hij echt diep gaat. Bij zichzelf. Want hij, weet je, het zijn echt nummers dat je denkt. Hij gaat ook diep. Hij gaat ook echt bij zichzelf kijken, weet je. Hij is sad. Nee, maar kijk, het is grappig. Het klinkt leuk en zo. Hier lachen erom. Nee, ik hoor je. Maar er is ook een liedje. Ik ben die naam even kwijt. Het is... Maar het is, ja, ik snap het. Weet je, normaal. Ja, doe maar leuk. Nee. You can count on me like one. Oh ja, ik ken die. Zijn ook andere soort nummers dat je denkt, weet je, hij heeft meerdere kanten. En als ik luister naar Beyoncé, is het eigenlijk over het algemeen toch best wel veel hetzelfde. En je kan mij niet zeggen dat dat niet zo is, want Bruno Mars heeft een grote range. Hij kan met Gucci Mane op een tune, kan hij rappen, papapap, leuke dingen, gekke dingen zeggen. Beyoncé kan het ook. Kan ze het, of doet ze gewoon hetzelfde als wat ze altijd doet en doet ze gewoon heel veel ad-libs en... Beyoncé, die laatste ding is die ape shit die ze deed met Jay-Z. Ze was aan het spitten! Ik heb Bruno Mars nog nooit zo horen als spitten. Nee, oké. Wat? Kijk, maar weet je wat het is als Jay-Z? Jouw man is. Nee, dat maakt helemaal niks uit. Dat maakt helemaal niks uit. Maar over het algemeen, het gaat er gewoon om, als we gewoon in wide range kijken. En ik ben een muziekliefhebber, ik heb ook instrumenten gespeeld. Vind ik zijn muziek completer. En als het nou alleen gaat om hoe ze zingen, dat is het niet gewoon echt alles. Als ik kijk naar tekst, hoe het in elkaar is gestoken, hoe de autotune, adlibs, alles bij elkaar. Vind ik Beyoncé gewoon altijd heel veel adlibs. En het is gewoon moe. Het is gewoon te veel. Weet je wat? We laten dit debat gewoon hier, toch? Sissen? Deze discussie, we gaan hier nooit uitkomen. We gaan het vragen aan het kijken. Ja, precies. Oké. Okay. Nu ga eerlijk vragen. Zijn, jongens. Nee, wil niet. Ik wil kill you, man. King of R&B. Wie zou jij zeggen is de King of R&B? Niet eens op dit moment. Want op dit moment zou ik Summer Walker zeggen. En Summer Walker is a girl. So... Ja, toch? Ik heb geen king. Misschien Chris Brown. Ik heb ook geen king, man. Het was R. Kelly, maar zeg maar, that ship has sailed. Ja, maar under the jail. Ja. Hij doet niet meer mee, zeg maar. Dus die zou ik niet weten, man. Voor mij, het was R. Kelly. Like, wat die man heeft gedaan, muzikaal, hè? Is, je weet toch? Laten we zeggen, als we versus zouden doen, niemand kan R. Kelly weer verslaan. Zelfs Michael Jackson niet. Wat? Zelfs Michael Jackson, jij hebt nog gehoord. Hey, begin niet. Oh, Michael Jackson zou niet winnen van R. Kelly. Somebody talk to this boy. Hey, je weet dat R. Kelly tunes voor Michael Jackson heeft geschreven, hè?
En die mag hij spelen in een versus. Je weet niet hoeveel zeggen. Hij kan niet schrijven. Arkeli kan niet schrijven. Hij kan niet lezen volgens mij. Hij kan wel schrijven. Hij verzint die tunes. Als hij niet kan lezen, dan hoe gaat hij schrijven? Hoe gaat hij schrijven? Shit. Iedereen weet wat ik bedoel. Hij heeft liedjes verzonnen voor dinges. Hij heeft liedjes verzonnen voor Michael Jackson. Maar weet je wat is? Ook al verzint hij... Ook al heeft hij liedjes verzonnen van Michael Jackson. Mm-hmm. Ja, kijk, weet je wat vreemde is? Ze zijn allebei een beetje fout. Dus eigenlijk wil ik Michael Jackson niet verdedigen. Ik ga niks zeggen, weet je. Politiek correct blijven. Ik zeg niks. Mm-hmm. Het zijn allebei twee mannen die fout hebben gemaakt in het verleden. En die superveel talent hebben. Ja, superveel talent. Maar als je kijkt naar Michael's muzikale talent, dansen, muziek. R. Kelly mag niet eens op het podium komen. Hij mag niet eens in het publiek staan als Michael Jackson. Mensen vielen flauw als Michael Jackson gewoon zo stond op het podium. Super Bowl. Vrouwen vielen flauw. Grote mannen, volwassen mannen. Ze drugs gebruikt! Nee. De impact van Michael is veel groter geweest dan die van R. Kelly. Gewoon puur moonwalk in de tijd waar hij kwam. Je weet toch, hij was al sinds Jackson 5. Ik hoor je. R. Kelly, toch. Maar weet je wat het verschil is? Kijk, nu geef je mij eigenlijk een concreet voorbeeld van wat ik net zei met Bruno Mars en Beyoncé. Snap je nu wat ik bedoel? Nee. Nee, letterlijk. Nee. Michael Jackson's live performance was gewoon off the charts. Het was gewoon off the charts. Ik zeg ook als artiest. Ja, maar is Michael Jackson een band? Hij doet dansen, hij doet verschillende dingen. R. Kelly, though. Ja, maar weet je in een versus, in een versus. Ja, Bruno Mars is dat niet, man. Klopt. Bruno Mars is Kijk, maar weet je wat het is? Het verschil is... Oh, je nee, maar Beyond, het gaat om de vergelijking. Want de muziek waar jij het nu over hebt, is omdat je meer... veel meer mensen, denk ik, dat ze zich verbonden voelen met de muziek van R. Kelly. Mm-hmm. Nu niet meer, though. Mm-hmm. Want als je nu luistert naar zijn liedjes, dan denk je... Mm-hmm. Oké. Okay. Mm-hmm. Maar je weet, je gaat eerder met je vriendin lekker een avondje op R. Kelly dan op Michael Jackson, bij wijze van. Ik geef gewoon een voorbeeld. En vooral de leeftijd waarin wij zijn. Wij zijn een beetje opgegroeid met R. Kelly en niet echt met... En veel kinderen zijn verwekt op R. Kelly's muziek. Facts. En ik denk niet dat je naar Michael Jackson wilt luisteren, snap je? Thriller. Snap je? Ja. snap je wat ik bedoel? Ja. Dus op die manier, dat is hoe ik Beyoncé tegen Bruno Mars zou relativeren. Oké. Snap je? Het is iets waar je eerder naar zou luisteren als je echt in een bepaalde mood bent. En dan gaat het niet om heartbreaks of andere nonsense. Mm-hmm. Dus gewoon echt puur als je in een vibe bent. Gezelligheid, weet je? Mm-hmm. Oké, okay, maar jij hebt dus Michael Jackson wel bovenuit. Ja, man. Oké. Okay, maar kijk, ik kan daarin komen. Snap je? Ik snap dat. We hebben het al afgesloten. Laat het gaan. Ja. Het is bij de kijkers. Allright. Stemmen. SMS 0600-1122. Jij zei net, Jay-Z is de GOAT rapper, toch? Ja, hij is de GOAT, maar hij is, weet je, het is meer uitleggen. Hij is gewoon, als businessman, gewoon als geheel. Eens? Eens. Wie is de beste rapper, door? Dat is makkelijk, man. Wie? Pak. 100%. Ik vind Biggie een goede rapper. Biggie, maar luister. Ik vind Biggie, zeg maar, echt... Een betere rapper, toch? Een betere rapper. Alleen pak ik meer impact. Alleen, juist. Maar weet je wat het is? Weet je waar ik naar kijk? Biggie heeft de perfecte flow. Biggie heeft de perfecte flow. Je weet dat wij Biggie gingen optreden. Biggie heeft de beste flow. Maar dat, weet je waar ik naar kijk? Mm-hmm. Is het stukje de creativiteit die Pak erin gooit. Dubbele stem. Er komt een tweede stem overheen. Het is niet eens op elkaar. Mm-hmm. Die stemmen gaan gewoon naast elkaar. De creativiteit. Hij kwam met een nieuwe sound die nog niemand heeft gehoord. Facts. Hij kwam met woorden, met woorden die mensen nog nooit hebben gehoord in de hood. Hij kwam met dingen, hij rapte echt over dat het beter moet gaan met de jeugd. Hij rapte over de community. Brandon's got a baby. Biggie Smalls was gewoon een player. Cool, en hij had een top flow. Maar wat Pak heeft gedaan, ook met de films waar hij in heeft gespeeld. Ik ben met je eens. Is Pak 100% Hij is de betere artiest. Oké, maar wat? Nu geef je me weer hetzelfde voorbeeld als Beyoncé en Bruno Mars. Nee, want Beyoncé is de betere zangeres. De betere singer en de betere artiest. Dat is mijn punt. Yeah. Hey, ik heb deze discussie al afgesloten. Ja, dat komt niet. Maar kijk, dus jullie zeggen dus gewoon dat eigenlijk Biggie dat Biggie beter rap dan Pak. En dat Pak een betere artiest is. Ja. Dat is wat ik zeg. Oké. Okay. Ja,
let's agree to disagree. Ja, ik snap het. Maar dat is iets. Dit is waar je toch. Het is gewoon van. Deze is ook altijd heet geweest. Weet je, yeah. East Coast, West Coast. Yeah, ook dan komen ze allebei van dezelfde stad. Ja. Yeah. Maar. New York. Oké, maar de beste rapper op dit moment. Ik kan in deze ben ik niet heel objectief. Gewoon wie jij vindt. Je hoeft niet te zeggen van dit toch. Beste rapper op dit moment. We gaan hier niet over discussiëren. Nee, hier gaan we zeker niet over discussiëren. Ja. Want, is geen discussie mogelijk. Want ik weet dat mijn beste rapper niet de beste rapper. Gaat hij met NBA Youngboy komen, dan ben ik helemaal klaar. Hè? Dan ben ik al klaar. I got full power plaques. Wat? Nee, wat? Oké. Maar dan ga ik Amerikaanse rap, man. Dan ga ik zeggen Meek Mill, man. Vind je maar hard. Ja, oké. Ja. Kijk, is niet mijn dinges. Maar ik heb respect voor Meek, toch? Qua bars. Ja. Ik zou moeten kiezen tussen of Dave East of A-Boogie. Het zijn twee hele verschillende rappers, maar als ik echt kijk naar de bars die Dave East gewoon gooit, hij is zo under the radar. Hij is gewoon facts. Een baas, maar niemand. We zijn dus eens. Ja, toch? Eindelijk, we zijn dus eens. Dave East? Nee, maar geen als een concert. Nee, maar die man is te erg. Ik wil ook echt graag naar een concert. Ja, man. Dave East, hij was toen. Ja, man. Nee, niet, man. Nou, denk ja, maar. Hands, ja, damn. Ja. Ai, kijk. Ik zou zeggen NBA Youngboy, maar als ik echt gewoon puur. De waarheid moet zeggen, want ik vind NBA Youngboy is gewoon een hele aparte artiest. Gewoon zoals ik nog niet echt heb gezien. Ja. Snap je? Als ik echt puur naar rappers kijk, maar dan moet ik toch PC oldschool gaan. Ik kan op dit moment niet heen om Rick Ross. Ik hou van Rick Ross, ik hou van Future sowieso, maar als pure raps. Future is meer dan, je toch? Je bent in een flow, ja, in een vibe. Is niet... Als je echt luistert naar die bars, Rick Ross praat met je in die tune. Ja. Als hij praat... Een zware stem toch? Hey, en als hij praat over money... Ik zit in een wakkie, ik rijd in een skeer wakkie. Ik denk gewoon dat ik in een mee ben. Hoe hij met je praat in die tune. Gewoon, ja man. Dus ja, ik denk dat het Rick is man. Op dit moment gewoon. Kan zo weer switchen. Maar... Dat begrijpen we gewoon. Ja man. Ja, man. Rose. Ja, naar de sleepers. Kievan! Dan ga ik denk ik voor... Ik weet niet of jullie Donald Jones kennen. Tuurlijk! I'll go? Ik dacht dat je zou komen met... When you will love someone, you just don't treat them bad. Ja man. Nee, maar dat ben ik vergeten te zeggen. Ik luister ook super veel R&B tunes en zo man. Dus, Ja. She's crying her heart to me. Hey, what a tune. Ja. I'll go. Even nadenken, man. Ja, die tune, oef. Nee! Dit is een fire. Donald Jones, I'll go. Jij bent aan de beurt. Ja, we gaan naar een hele andere vibe, man. Better Days. Better Days van? Tupac. Hey, ik, ja. Ken je deze? Nee.
Ik zei, dit is een sleeper, man. Niemand kent hem, maar dit is... Hier, hij praat met ze op die tune. Vanaf het begin, vanaf de get-go, gaat hij echt dieper op in, man. Hey, Mr. Biggs! Got me thinking about better days. The question of lifestyle, look how we live. Smoking weed like it ain't no thing. So we forget that. They like, damn, they get ran through. Nobody watches us blocking the evil man too. Faced with the demons addicted to hearing victims screaming. Cause we was evil since birth, far like a cursed semen. Cause even our birthdays is cursed days. A born thug in the first place, the worst way. I love to see the block in peace. With no more dealers and crooked cops, the only way to stop the beast. And only we can change. It's up to us to clean up the streets. It ain't the same. Too many murders, too many funerals, and too many tears. Just seen another brother burning, plus I knew him for years. Best vibes family, but what can I say? Keep your head up and try to keep the faith. And pray for better days. Kijk, zie je, definitely a sleeper. Weet je wat het is? Nu ga ik bijvoorbeeld doen van, hé, de pak is echt hard. Maar zie je, dan krijg je dat, als je dat weer hoort, dan krijg je weer van... En dan wanneer ik zo direct de truth van Biggie hoor, dan denk ik van, hé, hoe kan dit? Ja, soms vooral, ik heb het vooral bij Big Papa. Ja, man. Wel, mijn sleeper, kijk, mijn sleeper is... Kijk, je hebt Tupac, Donald Jones, Legends. Mijn sleeper is van een jong... Ik wil dit zo zeggen. Naam gehoord, ja, ik doe bijna zijn naam. Hij wil nog die jong gooien van die intro. Ik denk dat hij een young legend gaat worden. Yeah. Like, hij is daar op weg. Maar je toch, hij moet gewoon zijn hoofd erbij houden. Mijn sleeper is NBA Youngboy. Break or make me. We got a drop, no, can't hold it right. I can't take a risk without my stick, which is my sign. How the fuck I'm talking about, can't take a risk out by myself. And I've been, I get yourself involved. It's a cold, cold world outside. I'm a horse crew. I got no one that I can trust, I got my guard up so high. I can't even be with you, whoa. Tell me now. Is you trying to break me? Or you trying to make me something better? Oh, tell me now. Is you trying to break me? Or you trying to make me something better? Ik weet eerlijk, hij heeft wel goede beats, man. Ik weet niet wie die beats maakt. Youngboy is eindelijk vrij, maar hij mag nog steeds niks doen, so he's not really free. Deze tune, by the way, deze tune maakt me emotioneel, man. Ja? Ja, maar ik kon het bijna ook draaien, man. No, man. Gestikt. Dit is sowieso een van die tunes waar hij zegt Youngboy en die, hè? Klaas is weer Youngboy. Ja, bij YouTube, je het zelf. Alleen het begin, hij praat Frans met me en zo. Ik dacht, wat is deze kill? Come on, they gon' song. She said she like on me. Flyer than a jetpack, flyer than an eagle. Hey, wat? Laat me niet sleeper is gaan doen. Youngboy is... Hey, wat? Ja, man. Dat is wel naar Youngboy. In ieder geval, dat waren de sleepers. So, ja, man. Hebben jullie nog vragen? Jullie nog iets kwijt? Hebben jullie iets te promoten? Nee, zeker niet, man. Nee, we moeten niet eens, man. Is gewoon, laten we zeggen, black empowerment, man. Hey, ja. I like that, ja. A message. Ja, man. Ja, man. Dat is het steunen belangrijkste. Elkaar. We moeten elkaar steunen. Mm-hmm. Like, deel. Doe die shit gewoon, man. Ja, man. Voor elkaar. Thanks. Met elkaar, vooral. Perfecte einde, man. Perfecte einde. Ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. Volgend jaar sowieso een nieuwe aflevering. Waar we over nieuwe dingen gaan praten. Yes. Waarschijnlijk nog steeds over Bruno Mars en Beyoncé. Nee, kijk, want de kijkers die gaan zo meteen stemmen met de telefoon. Die gaan sms'en. Zij gaan beslissen. Ja, zij gaan beslissen. Maar misschien heb ik dan meer kijkers, hopelijk. Maar die gaan dan hetzelfde zeggen, daar gaat het niet om. Dat weten we niet! We gaan het niet nog een keer over Bruno Mars, want het maakt op zich niet zoveel uit. We weten allemaal wie gelijk heeft. Ja, hij heeft zo vaak gezegd dat ik gelijk heb, maar weet je, hij doet gewoon alsof... Het is niet erg. What?
Nee, man. In ieder geval, boys, thanks. Dat was hem, man. Dem Talks. Yes. Yo! Yes. Bang. Go.